Vliegen we naar Tenerife. Die zijn vegetarisch. Ik heb net even lekker gejankt. Tada! Kennen jullie dit nog, jongens? Het is dit zakje dat... Ik weet niet van lichtje. Overgeven. Hallo, het is maandag. Welkom in deze nieuwe vlog. Ja, ik heb de hele dag niet gevlogd, terwijl het nu al 5:30 is. Ik ga zo koken. Ik en papa zijn zwemmen. En Lea, die heeft de duikpul gevonden, dus die is hier ook aan het zwemmen. En het is een beetje chaos hier. Ja, goed, dit is de normale chaos. Gewoon speelgoed. Woensdag heeft Nicky op school een rommelmarkt. Dus dan verkoopt hij wat spulletjes. Dat staat hier. Dan gaan we vrijdag... dan vliegen we naar Tenerife voor een online business bootcamp van Wonderlijk Werken. In die tijd dat wij weg zijn, komen er ook gasten voor de Airbnb. Dus daar zijn die dozen voor. Boven ben ik aan het inpakken. Dus ja, het is een beetje een chaotisch weekje. Het is dinsdagmiddag. Lea ligt op bedje. Die was vanochtend bij de putterspeels. En ik is nog op school. En ik ben vanochtend even in Brunsum geweest. Ik heb wat spulletjes gehaald. Onder andere cadeautjes voor de kids voor in het vliegtuig. Als wij op Tenerife zijn, dan is het vaderdag. De 17e volgens mij, hè? En dus heb ik een kleinigheidje voor papa al gehaald. Ik heb voor Maarten dit t-shirt gehad. En hij is ook gek op M&M's. En minimalisme is natuurlijk leuk. Maar ja, we gaan 11 dagen weg. En we zijn nu nog 3 dagen hier. Dus ik had net niet genoeg boxershorts voor Nick. En ik weet niet of het me gaat lukken. En of ik zin heb om daar te gaan wassen. Dus ik heb nog wat boxershorts voor Nick gehaald. En een set van 2 was €3,99. Bij de Zeeman. Of was het Vibra? Dit setje... Dus voor mij gewoon wat onderbroekjes. En dit is echt heerlijk om in te slapen. Dit is Zeeman en dit is volgens mij Vibra. Dan heb ik bij de Kruidvat nog een zoutoplossing gehaald. Lea is een beetje aan het snotteren. En meestal reageert zij op de airco van het vliegtuig. Dus ja, ik heb wel een beetje voorgezorgd dan. En bij de Kruidvat heb ik de volgende cadeautjes gekocht voor de kinderen voor in het vliegtuig. Nicky vindt het heerlijk om te bouwen en vooral als hij zelf mag verzinnen wat hij mag bouwen. Dan hadden ze van Skoola een leuk leerzaam spel over rijmen. Het zijn allemaal kaartjes waar je dan een spel mee kan doen. Dit is Mens erger je niet. En Lea is helemaal gek van puzzelen. Dus heb ik voor haar een Oezel en Pip puzzeltje gekocht. Bij de Vibra heb ik ook nog wat cadeautjes gekocht. Deze fles voor Lea. Dan vraag ik me alleen af, shoot, of we die mee mogen nemen. Vloeistof en het... En dan heb ik dit bobje erbij gekocht. En een kleurboekje waar ook stickers bij zitten. Die was €1. Deze €3,99. En deze €1,29. En voor Nick ook zo'n kleurboek met stickers ook voor €1. En dan heb ik, omdat we bij het opstijgen en landen iets om te kauwen moeten hebben voor de oren, heb ik deze gekocht. Die zijn vegetarisch. Om de kids wat langer stil te houden, is het heerlijk om een lolly te eten. Tussendoor mag dat wel van mij. We vliegen met Ryanair, dus er zijn heel veel restricties. Hè, want Ryanair vluchten zijn vrij goedkoop. Alleen voor alles wat extra is, mag je dan wel betalen. Dus er zijn heel veel restricties als je niet extra wil bijbetalen. Bijvoorbeeld is je handbagage 20 bij 20 bij 35 centimeter. Dus dat is een hele kleine tas. De kids nemen dan hun eigen rugtasje mee, waardoor dat soort dingen er niet in passen. Dus ik moet dat nu gaan uitpakken en op een slimme manier... ja, gaan verpakken. Hallo dames en heren, het is avond. Ik heb net even lekker gejankt. Ik kan jullie niet vertellen waarover, maar dat doen vrouwen soms gewoon. Dus mocht je denken, hoe ziet die eruit? Dat is de reden. Maarten die is met de kinderen bij de avondvierdaagse die georganiseerd wordt door de school van Nick. We doen daar wat ranja schenken en koffie en thee voor de wandelaars. En... dat geeft mij even de ruimte om wat dingen verder in te pakken en klaar te maken voor de vakantie en voor de Airbnb. En dus ga ik ook de tijd even nemen om de cadeautjes die ik voor de kids en Maarten heb gekocht in te pakken. Tada! Het is woensdagochtend. Nicky is op school. Nicky verkoopt vanmiddag allemaal spulletjes op de rommelmarkt die de school organiseert. Lea is een mooi kunstwerk aan het maken, schat. Ik ben dus hier de spulletjes die Nick wil verkopen aan het prijzen. De rommelmarkt zit er weer op. En volgens mij hebben we meer mee naar huis genomen dan dat we verkocht hebben. De kinderen laten even zien wat ze gekocht hebben. Ik heb dit en
recept. Die heb je gekregen. Een notitieboekje. En dit. En wat heeft mama gekocht? Niks. Kijk eens in de tas. Mama heeft inderdaad tijdschriften gekocht voor de workshops. Hier aan het knopje draaien. Kennen jullie dit nog, jongens? Van vroeger? Laat eens zien wat hij kan, vriend. Nick heeft zelf de batterijen verwisseld. Toek! Hij doet het. Het is woensdagavond. Maarten is naar een vergadering. De kinderen slapen. Ik ben aan het editen. En ik ben aan het balen. Want overmorgen gaat dan de vlucht naar Tenerife. En ik heb last van mijn darmen. Als jullie snappen wat ik doe. En daar heb ik normaal nooit last van. Dus ik hoop dat ik gewoon iets verkeerd heb gegeten. En dat morgen alles weer goed is. Het komt niet hier eruit. Dus dan maar wel. Je weet wel. Dus ja, ik heb thee gedronken. Dat is mijn derde glas water vanavond. En ik hoop dat het morgen weg is. Want vliegen met zoiets, dat lijkt me niet zo leuk. Ga dat eten hier. Het is donderdagochtend. De kids zijn bijna klaar voor school. Ik ga ze dadelijk brengen. Mijn buik is nog niet zoals het hoort. Ik probeer de hygiëneregels goed toe te passen, zodat mocht het geen voedselvergiftingen zijn, maar buikgriep, dat niemand anders het krijgt, omdat we dus morgen gaan vliegen. Ik heb goede hoop dat het gewoon een paar keer naar de wc en dat het dan goed is. Ik laat jullie even zien hoe mijn buik eruit ziet in deze toestand. Omdat ik heel vaak, als ik dan heb gegeten, dan heb ik echt zo'n opgeblazen buik. En dit is dus de minst opgeblazen versie van mijn buik. En vooralsnog heb ik dus dan zo'n, ja, zakje, zou ik wel zeggen. Zie je? Dus dit zakje, dat weet ik ook niet of ik dat met sporten weg zou krijgen. Dat het gewoon zo'n hangend zakje blijft. Misschien zou ik het gewoon eens moeten proberen of zo. Het is middag. Ik ben al aardig opgeschoten met mijn to-do-lijst voor het klaarmaken van de Airbnb. Lea is weer thuis. En we hebben nu een schelpzandbak. We hebben daar nieuw zand in gedaan. Daarachter zie je het. Ik dacht, laat de deksel maar even erop. Want na het eten gaat ze meteen naar bed. Niet weten dat Lea het zichzelf gewoon kan fixen. Had je de deksel eraf gehaald? Van de zandbak. Kan je dat zelf? Nee. Ja. Oh, lekker. Wat is dat voor ijsje? Zand. Een zandijsje? Ja. Ik had eigenlijk al de spulletjes voor een bad al ingepakt. Maar voor Lea een tosti. En voor mij een geroosterde boterham. En toen was mijn boterham weer gestolen. Ik wilde vroeger ook altijd wat mama had, Lea. Lekker, hè? Ja. Zo, het huisje is klaar voor de Airbnb. En onze tassen zijn eigenlijk ver ingepakt. We moeten eigenlijk nog eventjes wat handbagage rommelen. En wij gaan nu met z'n allen naar opa en oma. Dan gaan we eten. Ja, maar ook naar het vliegtuig. Morgen gaan we naar het vliegtuig. Ja, dat zien we. Vliegtuig. Dat zien de mensen in de weekendvlog die eraan komt. Papa gaat weer even zijn kop iets kaler scheren. Toch, papa? Steeds korter. Waarom moest je lachen, trouwens? Niks. Top, leuk. Ik heb er zin in. Maarten heeft vakantie. Maakt dat verschil of ik lang op één plek blijf staan? Niet zoveel aan scheren. Wat ben ik aan het doen? Ik kan twee dingen tegelijk. Vind je dit leuk, Marco? Dat vind ik ontzettend fijn. Wat ben je doen, schat? Ik ben mijn hebben en houden aan het tellen. Ik zei net tegen Maarten, ik vind het wel cool dat we alleen maar met handbagage reizen. En niet in ieder geval met die kleine koffers en niet met grote koffers. Zo van, wij zijn minimalistisch. Ik bedoel, het past voor en achter niet, maar
het idee dat we echt alleen maar met die vier van die tasjes gaan, dat vind ik echt super. Dat geeft me echt wel een goed gevoel. Ik moet alleen werken, dus we gaan even nog één keer opnieuw kijken wat nog eruit kan. Doekjes. En dan bij jou erin? Ik heb het echt niet nodig om billen te schoon te maken. Ik kan het gewoon in het water in de zee. Krijg je het erin? Ja. Kijk, dit heb ik al eruit gehaald. Of niet, heeft Maarten eruit gehaald, maar ik ben nog bezig. Bij mij gaat dat altijd wat langer. En na vier dagen denken we, shit. Ik heb geen onderbroek meer. Nou, in die trolley zitten altijd van die stangen, waardoor je hier zo van die inhammen krijgt. In die inhammen heb ik nou 11 onderbroeken en 10 paar sokken gedaan. Mijn bikini en mijn BH. Dit zijn mijn kleren. Kijk ik even of er nog wat van weg kan. Mijn pyjama. Een eigen kussensloop. Ja, dat zit tussen mijn oren. Deze slippers. De alstas doe ik aan. En nog hier wat douchegel en zeep. Want als ik daar in de winkel iets moet kopen, weet ik niet of ik daar eczeem van krijg. Dit is allemaal natuurlijk. En dan moeten we kijken waar we dit nog kwijt kunnen. Ik heb een lange spijkerbroek. Zo'n, ja, hoe noem je dat? Dat is ook een lange broek, maar zo'n dun stofje. Een legging. Daarmee kan ik deze twee jurkjes aan. En dit is een lang topje wat ik onder deze jurkjes aan kan. Dan heb ik 1, 2, 3, 4 korte broekjes en een sportief kort broekje. Dus 5. Dit zijn topjes voor onder de t-shirts. 3. Blauw en zwart. Dit zijn topjes. 2, 3, 4, 5. Dit zijn t-shirts. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is een t-shirt met half lange mouwen. Een zwarte trui. En een zwarte zwart vest. Dan ben ik dus aan het twijfelen of ik er nog iets moet uithalen. Ik ga denk ik eerst even proberen of het makkelijk past. En anders haal ik er nog iets uit van t-shirts, denk ik. Dit heb ik allemaal nog uitgehaald. Dit gaat makkelijk. En dan gaat morgen mijn toilettas nog bij. En wat ik niet verteld heb is dat ik een lange broek aandoe met allemaal laagjes. En ook nog een jas met een capuchon. Want het schijnt daar op het moment een beetje wisselvallig. En ook veel wind te zijn. Dus die moet mee. Hey guys. Over 2 uurtjes ongeveer vertrekken we naar het vliegveld Eindhoven. En ik heb een hele workout gehad vannacht. Niet zoals jullie denken. Ik heb echt last gehad van mijn darmen. Ik moest ook echt overgeven. En ik heb dat echt niet vaak. Ik was enorm aan het balen. Dat ik vannacht dacht van, ik weet niet of ik zo kan vliegen. En op reis kan gaan. Maar ja, het was een heftige nacht. Ik voelde me echt niet lekker. Een aantal keer op de wc geweest. Maar nu gaat het redelijk. Ik ben niet meer misselijk. Ik heb geen buikpijn meer. Alleen ben ik super slap. Durf ook nog niet echt iets te eten of te drinken. Maar dat moet wel. Want op nuchtere maag, denk ik, is ook niet zo verstandig. Dus ja, we starten het avontuur iets anders dan gepland. Wat ik zou denken als ik nu jullie was van, want mijn huis of ons huis is natuurlijk een Airbnb. En op het moment dat wij weg zijn, komen hier ook mensen weer logeren, gasten. Maar ik heb dus, wil ik jullie ook even laten weten, alles gereinigd. Ik heb de wc, weet ik het hoe vaak, schoongemaakt. En alle deurklinken. En ja, alles is gepoetst. En ik ben nog met zo'n hygiënespray, zo'n desinfectiespray heb ik alles nog bespreid. Dus dat komt helemaal goed. En dat is ook handig. Ik doe dat wel eens vaker. Want ik buikgriep, ik vind het echt verschrikkelijk. Dus het moet bij mij stoppen. Ik wil niet dat de kids of wie dan ook het ook krijgen. Dus meestal ben ik dan wel even een beetje fanatiek met poetsen en desinfectiespray. Dus ja. We zijn nog de laatste dingetjes aan het inpakken en schoon aan het maken. En over zo'n 2 uurtjes gaan we oma ophalen. Oma Anneke gaat mee. En dan hebben wij een te gekke tijd op Tenerife. 11 dagen zijn we daar, waarvan we een hele week business bootcamp hebben met Wonderlijk Werken. Waarin we, ja, als het goed is, nog iets meer duidelijkheid krijgen over wat wij nou als gezin willen met het stukje reizen. Want het blijft gewoon aan ons, het triggert ons gewoon steeds opnieuw dat we willen reizen, wel of niet het huis verkopen of verhuren. En ja, soms worden we er zelfs een beetje gek van. Dus en iedere keer dat we de droom, waarvan we niet eens weten of het echt de droom is om te reizen, maar ja,
iedere keer als we het naast ons neerleggen, dan popt het de dag daarna weer op. Zo van ja, maar eigenlijk willen we het wel. Dus ik hoop dat we op Tenerife wat meer duidelijkheid krijgen. Super fijn dat oma Anneke meegaat. Die heeft ze zelf aangeboden toen we vertelden over deze trip. Zo van ja, misschien kan ik wel mee als nanny. Dus ik hoop dat we daar ook een goede balans in vinden tussen tijd met elkaar. Maar super fijn dat Anneke op de kids past en dat wij daardoor de bootcamp iets intensiever met elkaar kunnen beleven. Dus ik ben heel benieuwd en ik hoop dat het aan het einde van de trip voor ons duidelijk is wat wij als gezin in de aankomende tijd van plan zijn om te gaan doen. Gaan jullie mee?